miljoenen guldens worden geïnvesteerd om de meest spectaculaire machines te verzinnen. Maar hoe zit het eigenlijk met de veiligheid van de sensatiezoekers? Actienieuws nam de Nederlandse attractieparken onder de loep. De pretparken zijn er bijna klaar voor. Met man en macht wordt gewerkt om alles op tijd af te hebben voor het nieuwe seizoen. Attracties worden nagekeken en aan een laatste strenge controle onderworpen. Een van de oudste parken van Nederland, Slagharen, zet het jaar hoog in met hun nieuwe attractie, de Eagle. Deze attractie kost 5 miljoen. Heel moeilijk om dat terug te verdienen. Omdat met name de spoeling, om het zo maar te zeggen, in Nederland vrij dun is geworden. Omdat je veel concurrentie hebt. Je krijgt hierdoor wel aandacht en wat extra aanloop, maar het is niet zo dat je nou een miljoen mensen meer krijgt door een nieuwe attractie. Maar doe je het niet, ja, dan krijg je eerder minder mensen natuurlijk. Alle attracties in Slagharen worden gecontroleerd door het Duitse onderzoeksbedrijf TUV. Ieder schroefje en boutje wordt minutieus bekeken. We schauen uns bei den großen Anlagen alle Bauteile an, ob sie noch in Ordnung sind, ob sie beschädigt sind. Wir überprüfen alle Sicherheitseinrichtungen, also alle Schalter, alle Dinge, die irgendwann im Zweifelsfall funktionieren müssen, um den Fahrgästen keinen Schaden zuzufügen. Walibi Flevo heeft het volste vertrouwen in een splinternieuwe Space Yacht. Met 85 km per uur word je omhoog geschoten. Bouwbedrijf DNV is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van de spectaculaire attractie. Ook bij de bouw wordt alles nog eens dubbel gecontroleerd. Controleren betekent dus dat we gaan kijken of alles voldoet aan de tekeningen en berekeningen. Of er geen maatverschillen zijn, of de lastjes en de lastjeskwalificaties in orde zijn. En zo wordt het hele proces dus gevolgd. En eigenlijk wat u hier ziet is de montage, is eigenlijk de finishing touch. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen kunnen er altijd dingen misgaan. Zoals 2 jaar geleden in Oosterbeek. Daar zaten 5 mensen ruim 2 uur vast in een kabelbaan. Nirgendwo im Leben lebt man absolut sicher. Man kann nur durch sehr viel Prüfung, durch sehr viel Erfahrung dafür sorgen, dass man möglichst sicher lebt. Aber absolut sicher gibt es nirgendwo im Leben. Toch zijn de risico's in de Nederlandse attractieparken minimaal. Voordat de bezoekers daadwerkelijk een ritje mogen maken, wordt de Space Shot bijvoorbeeld minstens 300 keer op en neer geschoten. Alle attractieparken in Nederland worden heel streng gekeurd, jaar na jaar tegenwoordig. Dus wat dat betreft zijn er ongelukken met attracties zoals deze bijna, net als vliegen, uitgesloten. Vanaf vandaag openen de meest sensationele plekjes van Nederland hun poorten. En kan iedereen weer naar hartelust de lucht in.